Het is nog niet te laat om een technisch kabinet te vormen. Woorden van Steven Rijmen, voorzitter van de politieke partij A20. Hij was gisteravond de gast in het programma ATV Verkiezingsupdate. Rijmen is het niet helemaal eens met hoe de nieuwe coalitie is gevormd en met het aantal ministeries. Hij vindt dat er nog steeds sprake is van oude politiek als hij kijkt hoe zaken worden aangepakt en welke mensen ministersposten claimen. De voorzitter van A20 zegt dat als de ontwikkeling van Suriname ter hand genomen wil worden, er echt een technisch kabinet moet komen. En de bemensing van het kabinet moet plaatsvinden zonder te kijken naar de politieke kleur van de personen. Maar je gaat de technocraten moeten zetten. Je gaat een, wat wij noemen, een werving moeten laten, selectieprocedure laten plaatsvinden. Je gaat mensen, ongeacht van welke politieke kleur ze zijn of als ze apolitiek zijn, moeten vragen om te solliciteren. Ik zou blij zijn als deze nieuwe regering niet zou kijken dat ik moet mijn mensen daar zetten, maar dat men een werving en selectieprocedure zal hebben, zodat de right person on the right place zal zijn. En dat dan in nationaal belang samen gaan kijken hoe kunnen we Suriname verder brengen, hoger opbrengen en uit de put halen, de daal halen waar we nu zijn. Rijmen zegt dat het plaatsen van partijloyalisten binnen het ambtenarensysteem doorbroken moet worden. En de raden van commissarissen van de diverse instellingen moeten goed bekeken worden. De belangrijkste personen, niet loyalisten, maar de belangrijkste en de personen met de competenties daadwerkelijk komen op de posten. En dat zijn er heel veel. En ik denk waar men ook naar moet kijken, dingen als raad van commissarissen. Die mogen blijven bestaan, naar ons inzien, maar waarom zou je 7 mensen moeten hebben daar? Waarom niet gewoon 5? Ja. En waarom zou je het niet echt dealen, niet met partijloyalisten, maar gewoon met technocraten die bijvoorbeeld iets weten van de luchtvaart, laten we SLM nemen. Ja, ja. En daar technocraten zetten die voor jou bewaken. En dan heb je geen probleem als je misschien één politieke loyalist zal zetten. Maar laat de rest gewoon bestaan uit technocraten die gaan kijken hoe Suriname Airways terug te brengen op de plaats. Ik noem maar Suriname Airways, maar alle parastalige bedrijven. Want wat we nu nodig hebben is ervoor zorgen dat de situatie waarin Suriname nu is, dat dat nooit meer zal gebeuren. Steven Rijmen, voorzitter van A20. Hij sprak gisteren in het ATV-programma Verkiezingsupdate. Rijmen is voorstander van een technisch kabinet dat bemenst wordt met mensen met de juiste competenties.